De Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei roept op tot wereldwijde actie om het verlies van biodiversiteit te stoppen. Dit jaar staat het thema Be Part of the Plan centraal ter ondersteuning van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Biodiversiteit omvat de variëteit aan levensvormen op aarde, waaronder planten, dieren en micro-organismen, evenals de genetische verschillen binnen deze soorten en de ecosystemen waarin ze leven. Deze diversiteit is essentieel voor een gezond ecosysteem en heeft directe voordelen voor de mens, zoals voedsel, schoon water, zuurstof en medicinale bronnen. Iedereen kan bijdragen aan het behouden van biodiversiteit. Dit kan variëren van het steunen van lokale natuurprojecten en het verminderen van de ecologische voetafdruk tot actieve deelname aan initiatieven zoals stadslandbouw of het creëren van biodiversiteitsvriendelijke tuinen. De Internationale Dag van de Biodiversiteit biedt een uitstekende gelegenheid om stil te staan bij de waarde van biodiversiteit en ons te verbinden aan acties die bijdragen aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal. Door gezamenlijk op te treden, kunnen we een wereld creëren waarin biodiversiteit floreert en blijft bijdragen aan het welzijn van alle levensvormen op aarde.